U kijkt naar een instructievideo over het delen van een bericht binnen en buiten de kerkapp. Allereerst open de kerkapp en navigeer naar het desbetreffende bericht. Klik daarop. Onderin ziet u de betrokkenheidsbutton, een manier om te reageren en rechts het pijltje met delen. Klik op delen. Nu verschijnt het zogenaamde share sheet. Bovenin verschijnen alle groepen waarin u dit bericht kunt delen binnen de kerkapp. Misschien is het een bericht wat toch in een andere groep had gehoord, dan kunt u het bericht makkelijk plaatsen. Klik op de desbetreffende groep, schrijf er eventueel nog een tekst bij en klik rechtsbovenin op plaatsen. Als we teruggaan naar de share sheet, ziet u ook dat u het bericht kunt delen buiten de kerkapp. Betekent het dan dat iedereen de berichten kan lezen die in de kerkapp zijn geschreven? Nee, zeker niet. U kunt het bericht delen in bijvoorbeeld WhatsApp, via de mail of via berichten of andere social media. En mensen die dat berichtje ontvangen, die zullen hem alleen kunnen openen als zij ook de kerkapp hebben en toegang hebben tot de desbetreffende groep. Klik op dat icoontje van het media waarop u het bericht wilt delen en zo wordt het bericht versleuteld geplaatst.